Waarom op PureLiner 2? We zijn 4 jaar geleden begonnen met de PureLiner 1. En dat is in Nederland, in België en in Duitsland een aardig succes gebleken. En dit soort boten vind je niet in een showroom. Dus die kwamen we toevallig tegen. En ja, wij dachten van de markt is er wel rijp voor. Dus er gaat er eentje naar Duitsland in Düsseldorf en de andere blijft in Amsterdam. Het concept is nagenoeg vergelijkbaar. Maar de afmetingen van dit schip zijn net even iets groter dan de PureLiner 1. We staan in de Fide. De Fide is wel iets bijzonders op de PureLiner. We hebben hier een gat ingezaagd om grote producten te kunnen presenteren, zoals auto's. Er zit nu nog een dak op voor de regen natuurlijk. Maar ja, het wordt allemaal heel strak en modern ingericht. En het schip kan heel makkelijk aangepast worden aan de wensen van de klant. Wat heel leuk is hier bij de Fide is, mensen staan hier vaak omheen te kijken naar de presentatie of naar de show. We hebben standaard lichte geluid hier hangen. Dus we hebben eigenlijk alle basisfaciliteiten die je nodig hebt om een goed evenement neer te zetten. Die hebben wij zelf aan boord. Hier komt de keuken. Nou, zoals je ziet is die bijna klaar. Nee, wij gaan hier een open showkeuken maken. Dat is ook wel een verschil met de PureLiner 1. We hebben gekozen, we hebben een hele goede chef-kok in dienst. En willen toch laten zien wat hij allemaal kan. Wat ook heel erg mooi wordt, er komt hier een glazen lift. Die komt ook vanuit de keuken, dus daar worden ook de gerechten van uitgelopen. En die gaat naar alle verdiepingen van het schip toe. En we krijgen een dubbele trap naar boven. Dus er is veel mogelijkheid om aan alle kanten van het schip ook naar boven en beneden te lopen. De serre, heel veel licht, een fijne plek. Alle ramen kunnen hier opengeschoven worden. Hier op deze plek heb je ook het gevoel van, hey, ik sta een soort of buiten met een parasol boven me. Er kunnen 600 man op het schip. Het hangt natuurlijk wel vanaf wat voor soort evenementen we doen. Maar sit-down dinners kunnen tot maximaal 300 personen. En presentaties op één verdieping kunnen tot 250 personen. Vanaf medio september bent u welkom op de PureLiner 2.